Het ministerie van Openbare Werken zal binnenkort herstelwerkzaamheden in het Bokkigrongebied uitvoeren, zegt minister Riyad Noor Mohammed. Hij bracht gisteren een werkbezoek aan het gebied. De bewindsman merkt op dat er een samenwerking is met zijn collega's om een opknapbeurt aan het dorp te geven. Ten eerste is het een bijzonder gebied. En als openbare werken hebben we gezegd, laten we dit gebied ook helpen. Net wat ik zei in mijn toespraak, het is een plek dat internationaal bekend is. Niemand staat erbij stil. En het dorpsbestuur of de gemeenschap had een beroep gedaan op een paar weken terug. Of misschien zelfs maanden terug. En ik heb toegezegd dat ik persoonlijk kom kijken. Dus een paar maanden terug ben ik persoonlijk komen kijken. En ik heb gezegd, ja, we gaan hem selecteren binnen de mogelijkheden die we hebben om... Samen met, want laat me het goed zeggen hoor, samen met het ministerie van Ros, want die werkt ook hier, een handje mee te helpen. En die afspraken hebben we gemaakt. We gaan een aantal dingen hier doen als openbare werker, zodat eigenlijk wil ik zeggen dat hier opgeboosterd wordt. Waardoor er meer werkgelegenheid ontstaat voor de mensen en dus meer inkomsten en uiteindelijk meer ontwikkeling. Noor Mohammed merkt verderop dat hij graag wil investeren in werkgelegenheid voor de mensen van het gebied. De bewindsman heeft de bewoners van Bokkigrong dan ook opgeroepen mee te helpen met het schoonhouden van het gebied. OW zal zelf een grote schoonmaak doen. Dus ik ben net komen kijken bijvoorbeeld tonnen ontbreken en zo. Dus die dingen ga ik doorgeven dat we op bepaalde plekken dat doen. Vuil ophalen is ook gevraagd dat OW dat overneemt. Dus we moeten heel wat organiseren hier. Maar op het moment dat wij dat overnemen, want ik moet afstemmen met mijn collega Ros, wie dat gaat doen. Want met hygiëne mag je geen grappen maken, vooral voor de kinderen. Dus op het moment dat wij groen licht krijgen en de zaak overnemen, gaan we investeren in die zaken. Zodat afval, zoals je nu hier ziet, ofwel niet mag. Weet je, de mensen moeten gewoon tonnen hebben, dat is alles. En een regelmatig vuil ophalen. De bewindsman constateert dat zijn oproep aan de mensen van het gebied om te helpen met schoonmaak niet echt heeft gewerkt. Hij stelt dat het in andere districten ook hetzelfde geval is, dat mensen niet willen participeren. De minister gelooft erin dat het belangrijkste is dat het traditioneel gezag achter het project staat en de mensen ertoe beweegt toch ondersteuning te geven.